mocht zichzelf een lichtje zijn. Dat straalt te midden van de wereld, die gebukt gaat onder zorg en pijn. Zong vaak in het ziekenhuis en ook wel in gevangenissen en zo. En toen ging Gerda ook wel eens met me mee te zingen. En toen kwam het zo te sprake dat wij met ons gezin ook wel eens ergens zongen. En toen vroeg de directrice dus van het ziekenhuis, wilt u ook eens met uw gehele gezin hier komen? En dat hebben we dus gedaan. En iedereen was daar nogal enthousiast over. En zodoende, ja, dan als het één keer aan de gang is, dan word je dus overal gevraagd, hè? Beroep van mij is adjunct directeur van de stookkartonfabriek De Halm. Mijn tijd is uiteraard beperkt. Alhoewel ik altijd wel tijd kan vinden om in mijn gezin dus mee te zingen en mee te repeteren. Want dat vind ik een van de mooiste dingen die er bestaan. Ik heb eerst gitaar leren spelen, eigenlijk door mijn broer Jur. Want die heeft het eigenlijk een klein beetje van mijn moeder geleerd, maar de rest heeft het zelf geleerd. Zodoende heb ik het dus ook weer geleerd. En doordat ik gitaar kan spelen, kon ik dus ook ukulele spelen. In ons gezin speel ik op gitaar. Ik heb Gerda een beetje gitaar geleerd. Ik zing tenor, soms zing ik ook wel andere partijen, een oude partij, voor zover je van partijen kan spreken. Naast het zingen doe ik heel graag aan volleybal. Hoewel ik daar niet al te veel tijd voor kan vinden vanwege mijn studie. Ik zit op de pedagogische academie. En het is mijn bedoeling om na deze studie door te gaan in theologie. Door de mensen bereid, zie op hun schrijf.